Je luistert naar Zondagpraat met Pleun en Imke. En dadelijk mogen we de dames van Alle Kleuren Tribuutband van K3 mogen we welkom heten. En Tineke, wat leuk dat jullie er zijn. Misschien leuk voor de luisteraars als jullie ze heel even voorstellen wie jullie zijn. Ja, ik ben Leonie. Ik ben 27 jaar en ik kom uit het prachtige Brabant Rijen. Mooi. Wow. Ja. Ja. En ik ben Tineke, ik ben 28 jaar en ik kom uit Oudenburg. Dat is in België. Oh, dat kunnen we ook wel horen, denk ik. Ja, nee, kun je helemaal niet horen. En ik ben Noortje, eergisteren 28 jaar geworden. En ik kom uit Nijmegen. Yeah, Nijmegen. Sorry dames. Ja, we moeten toch even een beetje blij zijn. Zo is het. Jij zegt inderdaad, Noortje, jij bent 28 jaar geworden. Ja, klopt. Ja. Eergisteren. Wij dachten, daar gaan we ook even iets lekkers verhalen. Ach nee. Oh. Straks komt er eventjes lekkers. Nou, wat lief, waar hebben we straks iets lekkers voor jou gehaald? Ja. Maar eerst. Er waren een aantal luisteraars. En die waren toch ook wel heel erg benieuwd. Wat doen jullie met elkaar? Wie zijn jullie? Want jullie zijn dus tributeband de Alle Kleuren. Maar wat is dat nou? Ja. Alle Kleuren, de K3 tributeband, zegt het eigenlijk al. Wij brengen een ode aan de nostalgie die K3 al jarenlang met zich meebrengt. En wij hebben de eer om daar keer op keer feestjes van neer te zetten. Wij brengen alle oude nummers van K3. Allemaal uit Nijmegen zoals Noortje. Maar hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Ja. Naar aanleiding van... We hebben alle drie meegedaan aan K2 zoek K3. Oh, wat leuk joh. Inmiddels bijna 2 jaar denk ik geleden dat Julia het nieuwe kaartje werd. Ja. Wat ze overigens fantastisch doet. Mm-hmm. We hebben alle drie auditie gedaan. En vanuit daar bleek best wel nood te zijn aan K3 nostalgie. Dus de volwassenen die kwamen op en die dachten, hey, we willen gewoon meer K3 luisteren. En daar is heel slim op ingespeeld door onze basgitarist en gitarist. En die hebben ervoor gezorgd dat er audities plaatsvonden voor deze Alle Kleuren Tribute Band. Nou, leuk. Wat leuk, ja. Ja, en daar hebben we alle drie auditie voor gedaan. En dan waren wij de gelukkige. De beste. Ja, de beste. Ja, je mag het best zeggen, hoor. Die waren de uitgekozen, zo hebben we elkaar leren kennen dan, hè? Ja. Ja, hey, wat leuk. Maar dus ook eigenlijk, jullie zijn niet helemaal gericht op kinderen, maar echt wel wat meer op volwassenen. Ja, zeker. Dat is zeker de bedoeling. De mensen die opgegroeid zijn met K3, alle drie. Dus dat is voornamelijk ons doelpubliek. Ja. Ja, dus we zingen ook alles, bijna alles voor 2009. Ja. Dus echt terug in de tijd waar wij mee zijn opgegroeid. En Leonie zei het al ooit eens eerder heel mooi. We doen echt een trip down memory lane brengen. Oh, ja. Wow. Heel leuk. Want je hebt de maar.
gekste wat jullie hebben meegemaakt? Zo op het podium? Of als goeie vraag. Ja, dank je. Ik kijk ook gelijk Nora aan. Oh jee. Wij hebben de eer gehad om op de Gentse feesten te mogen staan. En we hebben het prachtige liedje Oma's aan de top. Die zullen jullie vast nog wel kennen, denk ik. Ach, ik heb die ooit een keertje gezongen voor mijn oma toen ze jarig was. Ja, wie niet? Ja, wie niet? Ja. Lievelingskleinkind, ik hoor het alweer. Ja. En om de een of andere reden vond ik het vanaf jongs af aan al moeilijk om dat liedje te zingen. En dat blijft. Dus iedere keer neem ik de zin van Noor over. Zo ook op de Gentse feesten. Jij zingt mijn tekst en dan denk ik daarna, wat wordt mijn tekst? En ik heb één keer, en dat was op de Gentse feesten, eruit gevloept. Oh, dat vloept. Ja. Dus jij hebt ook al zo'n zin om je oma te zien. En wij hebben de slappe lach gehad op het podium. Ja. Dat had even geduurd voordat wij eruit kwamen. Ah, maar dan kan iedereen denk ik best wel meelachen, toch? Ach, ja, waarschijnlijk heeft niemand dat door, maar ja. Wij vonden het heel leuk. Ja. Ja, en ik zat te denken, want wij zijn natuurlijk wel benieuwd, wie is dan eigenlijk het beste kaartje van jullie? Oh, en daarom gaan we straks even een spelletje doen. Oh jee. Maar eerst gaan we even Leonie luisteren. Leonie wordt heel competitief. Ja, ik ben heel erg. Dat gaan we niet doen. Nee. Maar we gaan het lekker toch doen. We luisteren eerst naar Tiffany. Al op één risico. Lieve Tiffany, ik heb een reuze idee. Een muziekregenboog die de wereld doet zingen. Ik neem je mee, laat de zon in de zee. Hand in hand, kom op. We gaan dansen en springen. Niets is ooit zo mooi geweest. Ai, ai, ai. Gezegd dat we een quiz hadden voor de dames van alle kleuren. Inderdaad, want wie is nou de echte K3-kenner? Precies. Van jullie drie. En we zaten te denken, als we het nou zo doen. Imke en ik stellen de vragen. Imke begint. En als degene die dan het antwoord weet, je roept gewoon ja. En dan zien we wel wie er het snelst was. Oké. Okay. Ja. Is dat een idee? Ja. Ja, ja, er valt iets te winnen, jongens. Dus ik weet niet of jullie een beetje strijdlustig zijn, maar... Ja. Ja, okay. Ik sta naast Leonie. Ik heb heel veel geluk. Be prepared. Help. Nou, Imke, trap hem af. Oké, de allereerste vraag. Wat is het jaar dat de originals uit elkaar vielen? Ja. Oh, wow, Noortje. Zo. Welk jaar was dat? Oeh, ik word zenuwachtig. Ja, dan zeg je ja, dan ben je 2009. Hoe dan? En punt 1 gaat naar Noor. Yes. Heel goed. Ja, dames. Wij hadden het nog niet verteld, maar er valt ook wat te winnen. Ja, dus doe nog even extra hard je best. Ja, dan valt wat te winnen. Oké, vraag 2. Hoeveel leden heeft K3 tot nu toe gekend? Ja. Reken is niet ons sterkste punt. Oké, Leonie, volgens mij was deze voor jou. Vertel. 8. Ja, dit is dus een beetje een strikvraag. En we snappen hem ook. Want ik Nee, misschien weet iemand anders het goede antwoord nog wel. Weet iemand het goede... Ja. 7. Nee. God. Ja, 9. Het zijn er dus 10. Hoe dan? Ah, je wacht, Gilly. Wie missen we? En de allereerste, die wordt niet geriek. Oh, sorry, excuseer. Ik ben nog pre... Ja, zal ik ze vertellen dat ze zijn? Ja. Oké. Kathleen, Karen, Christel, Josje, Klaasje, Hanne, Marten, Julia. Die dacht jij, denk ik. Ja. Alleen dan heb je dus Diede en Marie nog. Marie tellen die mee. Die tellen ze dus wel mee. Ja, strikvraag. Oh. Ik snap het. Maar toch, maar mag dan dan het andere officiële antwoord mag dan nog? Nee. Ja, ik vind het dichtbij. Ik vond het wel dichtbij. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Wat zeggen we? Ik was het dichtst. We gaan er nog even over nadenken. Oké. Vraag 3. Wat was het eerste nummer van K3? Ja. Wat ik wil. Oh! Wat ik wil! Wat ik wil! Ja, dat klopt. Hoe spannend kun je het maken? Ja. Droom jij ook van een vakantie die al langer duurt?
Er komen die paar grote maatjes zelfs hier in de buurt. Altijd maar studeren, ik heb af en toe meer kleden. Ik lang me paard en doet allemaal, maar ik weet het nu. Doe je mee, we sturen de mama, ze papa's. Laten we dus even te denken dat het leuk is om... we hebben namelijk twee rondes gemaakt. De kennisvraagronde hebben we nu gehad. Maar we hebben ook nog een nummertjesronde. We wilden hem even hiermee inleiden. Dus daar gaat hij. Even kijken. Daar gaat hij. We gaan er even op. Oh, ja, sorry, maar wat zegt zij? Ik word zo graag verwend. Kijk, ik wil van alles proeven. Ik word zo graag verwend. Ja, wij moeten toch zo lachen om die tekst. Ja, want nu hebben wij het idee. Kijk, jullie geven natuurlijk zelf ook aan, hè? K3 is niet alleen voor kinderen. Nou, met dit soort teksten denk ik, ja, dat klopt inderdaad. Ik denk persoonlijk dat ze het toch hebben over gewoon een donut. Oh, ja. Die ik zojuist heb gekregen. Ik word zo graag verwend. Dat is hoe jij alleen verwend wil worden. Ja, leuk. Laten we daar niet over. Laten we even eerlijk blijven. Hé, maar we zaten te denken. Hoe leuk als we alle een beetje funzige getinte teksten. En dan dat jullie moeten raden uit welk nummer dat dan is. Oh, yes. Ik ga even beginnen met de eerste. Is dat quiz ronde 2 dan? Dit is quiz ronde 2. Hoeveel staat het nu eigenlijk? Ik heb een punt. Sorry. Ik ook. Ik ook. Fanatiek. Nee, een half punt. Nee. Je bent de beste. Ja. Oké, bij deze. Jullie hebben alle drie een punt. Oh. Yes. Waar komt die van Leonie vandaan? Ja. Ik ben dichtbij met mijn 8. Enthousiasme. Enthousiasme. Oké. Dat is voor enthousiasme. Oké, komt ie. Ik weet een plekje waar ze ons niet... Maar mag je ook altijd een tekstje breken omdat ik wist, anders ben ik niet de eerste. Maar mag dat? Dat is toch vals spelen? Dat mag. Dat nooit mag. Je vertel. Ja, het zijn regels van de straat hier, geen regels. Oh jee. Hey ja, mama. Ja, dat klopt. Noor gaat echt lekker. Heel goed. Misschien komt het omdat je uit Nijmegen komt. Nou, ik zing dit stukje in onze show. Deze zin. Dus, want ik zal hem even afmaken voor de luisteraar. Het staat namelijk: ik weet een plekje waar ze ons niet vinden. Jij mag mij verslinden. Ja, en de tweede is: hittegolf in mijn hart. Laat mij vanavond naar je kamer komen in 1000 hete dromen. Ja. Ja. Geen nood, wat is het? Wil jij je er niet mee bemoeien? Je mag hem van mij hebben hoor, Leo. Ja, straks drijven we hun ook nog uit elkaar. Moeten ze ook een K2 zoeken? Oké, Leo, nu zeg het. Welke is dit het? Dit is toch ook Hey Ja Mama? Heel goed, ja. Ja, dat klopt gewoon. Ja. En dan hebben we de laatste. Oké, maar dan wil ik wel pleunen dat je hem echt een beetje allermeest sexy stem nog een keer zegt. Je hebt helemaal gelijk. Dus hoe doe je dat? Dat gaan we nu achterkomen. We kiezen een plekje voor ons alleen. Geen drukte, geen mensen. Ja! Ik hoef het niet af te maken, gelukkig. Oké, Leonie. Liefdeskapitein. Ja! Nu weet ik alleen even de stand niet meer. Ja, Leonie is de winnaar! Yes! Oh ja, ik heb een punt uitgegeven. Dankjewel, Noor. Is het zo? Leonie is de winnaar. Is Leonie de winnaar? Ja, Leo is de winnaar. Nou, Leonie is gewoon het beste K3'tje. En daar hoort natuurlijk een prijs bij, een fantastische prijs. Die komt. En die ga ik even pakken. Oké, wat is al een regenboogtas. Ja. Vertel, wat is het inderdaad? Kijk even wat het is. Ik krijg al een hele mooie regenboogtas. Oh, dit vind ik fantastisch. Ik krijg gewoon tietensokken. Om een beetje het thema te blijven, dachten we. Heerlijk. Ons thema is toch best wel vaak tieten. Ja. We dachten tieten en een regenboog. Nou, beter kan je het eigenlijk niet krijgen. Precies. Vandaag
precies gedaan? We hoorden iets over Anne en Max. Ja. Mm-hmm. Wij waren buiten aan het optreden. Straatoptreden, ook zodat iedereen ons ziet en zo. En wij staan voor de Anne en Max, die sinds 2 dagen nu open, hadden we begrepen. En wij werden benaderd door de eigenaar, volgens mij, ervan. Of de manager, in ieder geval. Sorry. Ja. Want jullie liepen daar gewoon langs en toen was het, hey, jullie zien er hetzelfde uit. Want jullie waren aan het optreden. Ja, wij waren aan het optreden. Iemand, oh, ja. Mm-hmm. En toen kwam hij op ons afgelopen en toen zei hij, eigenlijk zou het misschien wel heel erg leuk zijn als jullie Anne en Max kunnen verwerken in een K3-liedje. Want wij waren allemaal K3-liedjes natuurlijk aan het doen. Wat een leuk idee. En toen dachten wij, nou, dat kunnen wij wel. Dus dat hebben wij gedaan. En eigenlijk zo kregen we een heel leuk liedje rondom Anne en Max. En dat hebben we voor de Anne en Max opgenomen. Maar ook in de zaak zelf. Maar dat hebben jullie vandaag bedacht en uitgewerkt. Ja, ja, nou, ja, het is wel heel kort hoor. Alleen een refreintje. Hey, Anne en Max. Imke, maar wij gaan lunchen straks. Ja, Anne en Max, gezellig. Hey. Here we go. Als iemand valt en zich bezeert, bel de kazerne, wij zijn altijd in de weer. Wij zijn verhaal, wij zijn gehaald. Geen tranen meer, geen tranen meer. Ik bij een ver een kusje werkt iedere keer. Want die pijn. Uit je lippen en we komen naar je toe. We zijn soldaten, kusjes soldaten. En jij krijgt piet, poep, pap, een welgemikte zoen. Wij zijn soldaten, kusjes soldaten. Dan duren zoentjes af, want dat is wat we doen. Een dipje of een traan en ons leven komt eraan. Een zoentje en je kan de hele wereld aan. Wij zijn soldaten, kusjes soldaten. Ik heb nog één allerlaatste vraag. Wat zijn er nog jullie dromen voor de toekomst? Wat is nou nog iets waarvan je denkt, nou dat wil ik nog even. Nou ja, nooit uitgedroomd denk ik zo. Nee, dat is waar. Maar er staat, nu we ook in Nijmegen zijn, moet ik wel meteen denken aan iets wat echt wel op ons verlanglijst staat daarin. Ja. En dat zijn uiteraard de vierdaagse feesten. De zomerfeesten hier in Nijmegen. Heerlijk, snap ik. Ja, en een specifiek podium? Oh nee, ja, waar veel mensen zijn. En ik dacht zelf, is dat raar? Ja, ik dacht, misschien is een Roze Woensdag een top. Ja, superleuk. K3-nostalgie. Ja. Bij Faber of zo. Ja, zoiets. Ja, dat is geweldig. Dat zou heel gaaf zijn, ja. Tineke, heb jij niet iets daarover te vertellen ook? Mag ik dat? Ja, dat mag. Ja. Mag ik dat? Ja. Ga jij nou al iets... Nee, we gaan niks spoilen. Wat gebeurt er hier nou? Nee, maar er zijn wel al gesprekken lopende daarvoor. Voor de Niet waar. Ja. Dus het zou kunnen dat jullie ook echt gaan zien. Dat die droom uitkomt. Ja. Ja, wij gaan sowieso kijken. Wij zijn erbij. Ja, wij zijn erbij. Misschien mogen we wel backstage. Ah. Wij zijn er sowieso bij. Je weet nooit, dromen mag ie. Ja, dromen van backstage. Hey, super bedankt dat jullie er waren vandaag. Ja, echt jullie bedankt. Heel erg leuk. Onze eerste gasten bij Zondagpraat. Nou, wij waren een beetje nerveus, maar we vonden het echt super leuk om dit met jullie af te trappen. Dus heel erg dankjewel. Ja, heel erg bedankt dames dat jullie hier waren. Ik hoop dat jullie het net zo leuk vonden als Imke en ik. Je bent jong, je bent wild en je voelt het daar niet stil.